Dus welkom weer bij een nieuwe review bij Bier en Spijs met Thuistijd. Vandaag ga ik van Steenbrugge de Dijbok reviewen. Steenbrugge is een alli bier in verschillende smaken. Iets van 5 soorten verschillende Steenbrugges. Triple blond, dubbel, Dijbok, boekbier. Moet maar eens kijken. We hebben ook een Steenbrugge glas. Een kelk. En dan gaan we hem open trekken. Gaan kijken wat de geur en smaak en kleur gaat doen. Ik ben benieuwd. Hij is 6,5%. Even kijken. Steenbrugge Abdijbok is een bruin abdijbier van hoge gisting. Met een warme, zoete smaak en toetsen van karamel, kaneel en geroosterde koffie. Het zoete, moutige aroma combineert perfect met het typische kruidmix die het bier uniek en een heerlijke smaak geeft. Steenbrugge Abdijbok is bescheiden en toegankelijk van natuur. Helemaal in de geest van de abdij. Dit bier werd voor het eerst gebrouwen in de abdij van Steenbrugge. Ook gekend als Sint-Pieters Abdij in Brugge. Perfect samen te onthaasten na een drukke dag. 6,5% de steen in de brug op dij. We gaan eens kijken. Mooie kleur, mooie schuimkraag. Het is een hele mooie kleur, mooi kastanjebruin. Hij heeft wel wat kozen, ik weet niet of jullie kunnen zien. We gaan naar de neus. Echt die kaneel kruik je echt goed erin terug. Mooi elegant, niet overheersend, maar gewoon heel subtiel. Mooi op de achtergrond, mooi in de neus. We gaan het proeven. Cheers. Die kaneel proef je heel goed mooi terug in de smaak. Niet te overheersen, maar gewoon heel soepel. Gewoon echt gewoon lekker. Even kijken wat ze zei ook weer. Even zien. De karamel. Proef ik niet echt in terug, maar die koffie, die grootste koffie dan weer wel. Heel licht. Die is mooi. Een harmonie van het kaneel, heel erg. Ik zou dit echt bij een dessertje nemen, dit biertje. Van Steenbrugge op Dijbok. Zou ik bij crème brûlée nemen, lekker wat zoeters. Het is nog meer wat zoeters. Chocola zou ik niet zo snel doen. Echt bij crème brûlée een beetje een zoeter dessertje zou ik doen. Het gaan lekker. Dat het gewoon goed bij elkaar past, in verband ook met de vanille. Suiker is toch wat zoeter en het komt daar heel mooi in vorm met dit bier. Hij is gewoon heerlijk qua smaak. Zoals ik zei, de koolzuur was behoorlijk aanwezig, dus het is nu nog steeds aanwezig. Maar dat is niet het vervelend, het geeft juist een mooie prikkeling op je tong van de smaken, zoet, zuur, zout, bitter. Moet je maar eens op internet kijken waar precies alles is. Dan kun je precies zien van hoe of wat, hoe je smaak kan beoordelen. Iedere slok die ik dan weer neem is van dat je toch zoiets hebt van, dit is niet vervelend, gewoon lekker. Je wilt eigenlijk weer een nieuwe slok nemen. Het is gewoon lekker doordrinkbaar, gewoon goed, heerlijk, abdijbier. Niks mis mee. Vooral niet van de Aldi, te zeggen.
Ik zie jullie weer graag weer bij een volgende review hier bij Bier en Spijs met Thuistijd. Cheers!